Ah, Col du Nord, Gomos. Ja, Gomos zijn we. Verrijzen wij. Is dat gelukt, Robin? Gomos, weet jij waar het voor goed oefenen staat? Maakt ons sterker, hè? Samen voor ons is dat natuurlijk goed oefenen en dan worden wij sterker. Goed oefenen en dan komen we misschien wel met leukere intro's dan deze. Nou, ik vond het best leuk. We beginnen met de huishoudelijke mededelingen van Zwoebe. Ja, huishoudelijke mededeling 1. Ik wil mijn excuses aanbieden aan jou. Mm-hmm. Want ik had bedacht, wij gaan naar Gomos. Ja. Want in mijn herinnering dacht ik, hé, die hebben een mooie duckout. En ja, je zei het net al. Plastic. Plastic kring noemde jij het zelfs. Ja. Sorry. Prima. Huishoudelijke mededeling 2 pak ik even de laptop ervoor bij. Chiara. Die storm bedoel je? Dat is niet helemaal goed gegaan. Die kijk. Oei. In Verwert, dat ligt in Friesland, hè? Jij als Fries. Ja. Dat gaat niet goed. Dit is een maatskantest. Maar laat je niet ontmoedigen en bouw gewoon weer een duckout van steen, lieve mensen. Nou, we kunnen, als je een nieuwe staat nog voor het eind van het voetbalseizoen, dan komen we langs. Misschien dat een aansporing is. Ja, precies. En maak er iets moois van. Ja, ik zei dat ik 2 huishoudelijke mededelingen had. Ik heb er 3. Hmm. Want ook nog eentje van VEV, waar we dus vorige week waren. Ja. Dit hadden hun het berichtje van onze aflevering gedeeld op hun Facebook-account. En ja, ze zijn het er mee eens. Maar fantastisch. Dus, lees het me even voor, Zobbe. Dat onze duckout niet zo goed scoort, was te verwachten. Vind ik mooi. Vind ik hand in eigen boezem. Het staat ook niet voor niks hoog op het verlanglijstje van onze club. Mooi dat VEV er iets mee doet. Wij doen ertoe. Ja. Dat is mooi. Mooi. Ja. Duckout influencers. Ja. Uitzicht vanuit dit lelijke plastic kring, zoals jij hem hebt genoemd. We beginnen met het huisje met een rieten dak. Ja, dat is een heel mooi huisje met heel mooi. Wat ik echt heel mooi vind, dat zien we hier, dat kunnen we dus gewoon door het plastic heen zien ook. zijn de bankjes op de Col du Nord. Ja. Mooi Beukenhaagje weer, hè? Dat wil ik weer benoemen. Jij bent een Beukenhaag specialist. Ja. Een 8. Ja, kan ik heel goed mee leven. Ja. Comfort. Ja, ik zit lekker. Ik ook wel, alleen ik vind het toch niet prettig. Ik vind toch dat een duckout niet losse stoeltjes moet hebben. Nee, ik juist wel. Hier zijn we het niet eens. Lekker met je warme dijen tegen elkaar aan. Ja, maar als er 2 van jou naast elkaar zitten, dan hebben die wel warme dijen. 2 van mij? Wat bedoel je met 2 van mij, Zoeken? 2 van jou. Enigszins corpulente met... Body shaming, aflevering 64. Ja, nee, ik bedoel dat jij van die machtige staaldijen hebt. Net zoals Kai Sierhuis. Dat is waar. Ja, wat wil jij voor... ik vind een 6,5. Om blikjes bier op te zetten zijn geen goede stoeltjes. 6,5. Ja, ik vind 7,5. Nou, 7. Ja. Architectuur. Ja. Die betonblokken eronder. Nou, wat ik mooi vind vind ik wel leuk. Is speciaal voor jou gedaan, denk ik nog. Omdat jij wil juichen. Nou, dat is slim van ze. Hebben ze nog even bij Gomos. Slim van de Frank Lloyd Wright van de duckouts. Nee, niemand wie dat is. Ik vind het wel, 7. Het is ook geen standaard ding inderdaad. Dus 7. Ja. Dat staan dingen in elkaar en dan ja, nee, nou, daar heb ik nog wel even iets over. Marijn Slachter, die wees me daar vanochtend op. Die tagde me in een tweet. En ik ga naast de Maaskant-test ook de Roemeense trainer... test doen. Ja, die vent is boos en die doet dan. Oh, hij wil dit. Dus dat ga ik dan ook ben ook je doen. Dus echt knettergek. Ja. Nou, nu heb ik goddomme. Ja, nu moet je met je koppen. Au! Jezus, wat doe je, jongen? Oef, dat is niet normaal. Oh, ik heb hersenschudding. Oef, even zitten hoor. Nou, neem jij het over? Ik weet niet wat voor cijfer, ik weet niet meer wat 7. Ik wil geven. Nee, maar waarom een 7? Omdat hier, dit heb ik al gezien, hier zit al een scheur in. Dus Martin Drent, zeg maar. Die heeft geslagen. Die doet het wel. Ik ben nog even helemaal buiten de 7. Wereld, dus dan krijgen ze een... Best wel oké. Okay, best wel een prima cijfer, ja. Nou, best wel een prima cijfer hier. Zoals jij weet ben ik van oudsher supporter van SC Heerenveen. Ja. En die bestaan dit jaar, in 2020, 100 jaar. Gefeliciteerd. Ja. Die wilde een nieuw logo natuurlijk hebben voor het 100-jarig bestaan. Nou, daar is iemand even flink mee bezig geweest. Wat? Ik zie weinig verschil. Ja, klopt. Casper Hiddema, die stuurde van... Ah, iemand had 5 minuten over op Paint, weet je wel. Ja, ja. Maar die is dus zelf bezig.
Met het logo. Want dit is ook echt onthuld, hè? Door Jeffrey Talan. Is ja, die... onthuld. deze troep. Maar die is bezig met het logo en hij heeft verteld dat we het volgende week mogen onthullen. Het logo. Nou, hier, kijk, volgende week ook. Ja. Voor het nieuwe logo van Heerenveen. Ja. Honderdier. Ja, de storm, we hadden het er al even over. Al het voetbal werd afgelast. Maar geel-wit op Ameland werd wel gevoetbald. Want de jongens van VV Anne, die waren daar al. Dus dat ging door en dat leverde de volgende kolderieke beelden op bij een strafschop. Kijk, die andere speler houdt de bal vast. Voor de tegenstander. Ja. Oh, dat vind ik mooi. Wat gebeurt is wel dat hij naast schiet. Ja. Ja. Ja, nee, dus dat, ja, maar dat is toch mooi, die verbroedering in de sport ook. En, ja, Chiara heeft daarvoor gezorgd. Ja, Chiara. Leuk. Dus er is veel goeds van Chiara gekomen. Ja. Behalve dan dat er ook een duck-out totaal tegen de vervlakte is gegaan. Ja, en dat nou. Ja, nou, dan is het vandaag natuurlijk Valentijnsdag. Terwijl wij dit opnemen, als er mensen kijken, is het niet meer Valentijnsdag. Nee, precies. Maar, dus dan is het te laat om je vriendin vier rozen te geven of zo. Iets anders. Of vriend, hè. Dan kijken ook een hele hoop vrouwen of en homoseksuelen. Ja, precies. Ja. Ja. Gaan we tongen nu ook even zoeken? Nou, nee, ja. Nee, maar ik wil het wel met jou hebben over mijn man-crush. Oeh, wie is dat? Ja, nou, dat mag je raden misschien. Ik heb een man-crush besproken met Dick Lucky. Dat is Gonzalo Garcia. Ja. Heb ik een man-crush op. Ik heb hem natuurlijk ook op Dani da Cruz Carvalho. Het ging over mijn, maar ik wilde je daarna nog vragen naar jou. Ik gok voor jou. Ik gok voor jou nog. Ben ik het? Nou. Nee. Je durft niet, hè? Nee. Het is een noordelijke sport, hè? Want we doen natuurlijk een noordelijk sportprogramma. Ja, dus, ja. Hij was in DVD. Je bent natuurlijk verliefd op Henk Grol. Vind je dat gek? Nee, maar jullie naast elkaar, weet je wel, zo'n beer van een vent en zo'n mugje. Dat ziet er niet uit. Mugje, zeg maar. Zo heb je me nog nooit genoemd. dat zie ik nu al zitten, ja. Ik vind hem gewoon fantastisch, man. Hij moet die Olympische Spelen moet hij ook winnen. Ja. En, of hij moet er eerst nog heen, hè. Dan moet hij die kwal van een Ron Meijer. Een vervelende vent, of niet? Ik vind het zo. Zullen we even naar een filmpje kijken van Henk? Dit is professioneel. Wordt bijna soft porno, hè? Kijk uit. Rick, kun je dit niet in beeld uitzenden, maar alleen het geluid? Als je wilt. Waarbij de hartslag steeds verder oploopt. Ja, mijn hartslag loopt ook steeds verder op. De borst, de schouders door elkaar heen trainen. Het lijkt gewoon heel erg op een judo-wedstrijd. Met je hartslag gewoon door het dak gaat. Nou, man, ja. Nou ja, goed, dit wil ik gewoon even zien. Ik weet voor mezelf geen gewoon, beelden uitzend, alleen maar geluiden uitzend. Ja, hele mooie geluiden van Henk. We moeten ook nog even terugkomen op vorige week, hè? Hoezo? Wat? Nou, wij hebben natuurlijk vorige week willen we die loting doen. Maar dat komt nog niet, de KNVB-beker loting. Nou, als je niet weet, kijk even vorige week terug. Ik had verwacht dat inmiddels de KNVB wel contact met ons had. Dat had ik ook gedacht, ja. Maar, dus ik heb even een mailtje samengesteld. Het zou een win-win situatie zijn. En onze droom die uitkomt. Het kan mooie beelden opleveren. Zeker omdat wij capabele loters zullen zijn. Thijs heeft jarenlang ervaring als quizmaster. Dus de namen van de clubs voorlezen zijn op het vrij forse lijf geschreven. Ja. Beetje vet. Kom dat allemaal, man. Weer. Ik zelf heb al veel YouTube-filmpjes van lotingen gekeken. Dus kan de balletjes als geen andere openmaken. Ja, klaar. Ja. Verzenden. Ja. Hoppakee. Spannend. Ja. En ik denk dat we ook een hashtag moeten. Laatste loten is natuurlijk wel lekker op 2xL. En dan gaan we proberen die hashtag trending te maken. Laatste loten, prima. Laatste loten is prima. Ja. Dus mensen, als je ons wil laten loten, moet je even een tweetje sturen met laatste loten in de hashtag. Gericht aan @KNVB-Noord. @KNVB-Noord. Nou, dat gaan jullie allemaal doen. Dit wordt zo viral. Dit gaat enorm viral.